En toen was alles anders. Tenminste, zo leek het aan de oppervlakte. Want in advertising veroorzaakte COVID niet echt een verandering, maar meer een stroomversnelling. We bewegen immers al veel langer richting een zogenaamd nieuw normaal, waarvan we ons realiseren dat het slechts een tijdelijk normaal is, met verandering als enige constante. En de meest beeldbepalende veranderingen in ons mediavak zullen in 2022 de aangekondigde fusie tussen Talpa en RTL, het toenemend belang van e-commerce en het verdwijnen van third-party cookies zijn. COVID zou nog een schaduw kunnen werpen, maar wat de bestedingen betreft kunnen we toch vooral een hoopgevend plaatje schetsen. Want die gaan weer meer meebewegen in lijn met de groeiende economie. Het Centraal Planbureau verwacht een economische groei van 3,5% en Group M voorspelt een extra boost aan bestedingen rond de winterspelen in februari en tijdens het WK voetbal in het najaar. Naast deze events zijn er nog twee factoren waardoor er volgend jaar meer uitgegeven wordt. Begin 2021 zaten we namelijk nog in lockdown, wat niet bevorderlijk is voor mediabestedingen. Dus bij een stabiele COVID-situatie zal er in diezelfde maanden van 2022 meer gespendeerd worden. Net als op de online gokmarkt, die in tegenstelling tot dit jaar dan het hele jaar open is. En waarvoor in april meer licenties verstrekt worden. In totaal verwacht Group M dat de netto mediabestedingen met 4,5 tot 6,5% zullen toenemen. En de groei zal het grootst zijn bij pure digital en video. Toch is een realistische kanttekening op zijn plaats, want er is een enorme hyperinflatie gaande. De communicatiewaarde van analoge media staat flink onder druk. Bereikcijfers en impact blijven maar dalen en prijzen stijgen. We zullen dit moeten compenseren. De kunst zit hem daarbij in het zorgvuldig creëren van een palet aan verschillende en vooral digitale kanalen waarbij meer synergie van alle merkcommunicatie key is. En om beter met consumenten te kunnen meereizen tijdens hun customer journey, zullen we vanuit eigen kanalen meer verbinding moeten zoeken met andere media. Denk maar aan strategische allianties, maar ook aan het verzamelen van first-party data en het gezamenlijk innoveren en investeren in technologie. Technologie die ons op de golven van onvermijdelijke verandering laat meebewegen in de richting van het succes. Deze bewogen tijd vraagt ook om veel beweging. We moeten innoveren, consolideren, transformeren en investeren tegelijk.